Wat is de zelfstandige aftrek? Nou, de zelfstandige aftrek is een ondernemersaftrekpost voor ondernemers en de inkomstenbelasting, dus ondernemers met een eenmanszaak of een VOF. Deze is in 2023 nog €5.030 en wordt in 2024 verlaagd naar €3.750. In 2027 zal deze nog maar €900 zijn. De zelfstandige aftrek verlaagt je winst voor belasting en hierdoor betaal je over een lager bedrag belasting. Wanneer heb je nu recht op deze zelfstandige aftrek? Allereerst, je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting en doe dus regelmatig de check ben ik ondernemer via de website van de Belastingdienst. Ten tweede, je voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat je per jaar 1225 uur aan je bedrijf moet werken. Nou, hoe vraag je deze aftrekpost nu aan? Je hoeft hem niet aan te vragen. In je aangifte inkomstenbelasting wordt deze namelijk automatisch verwerkt als je de volgende twee vragen met ja beantwoordt. De eerste vraag is, werkte u minimaal 1225 uur in de onderneming? Dat is dus het urencriterium. En de tweede vraag, is meer dan 50% van uw werktijd besteed aan de onderneming? Deze vraag is van belang als je ook daarnaast in loondienst werkt. Want je wil minimaal evenveel uren aan je bedrijf werken ten opzichte van de uren die je in loondienst werkt. Startend ondernemers zijn hierop een uitzondering. Hoe verwerk je nu deze zelfstandige aftrek in de administratie? Heel eenvoudig niet. Je ziet deze zelfstandige aftrek namelijk alleen terug in je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hiervoor naar de berekening van je te betalen bedrag. Dit hoef je vervolgens niet te verwerken in de administratie van je onderneming. Wil je nu meer van dit soort praktische tips op het gebied van belastingen en administratie voor jou als startend ondernemer? Download dan het e-book De Praktische Gids voor Startende Ondernemers via thehappyfinancial.com/shop.